Goedendag beste kijkers, welkom bij een nieuwe gast aan tafel. En deze keer in het begin van de zomer is niet aangeschoven deze keer, maar gestaan aan tafel hier. Hè. Welkom Geert-Jan van der Bemt. Dankjewel. Welkom in ieder geval. Wij hebben uit de kranten vernomen en op radio en televisie al gezien dat je van kunstenaar ook schrijver bent. Klopt. Ja. Hoe is het eigenlijk allemaal ontstaan? Want je bent eerst dan kunstenaar. En, Ik ben eigenlijk wetenschapper geweest. Ja. 20 jaar onderzoek gedaan aan kanker. In het laboratorium. Daarna ben ik meer schrijver geworden van wetenschappelijke artikelen over gezondheidszorg. Ja. En daarna, of eigenlijk gelijktijdig, ben ik mijn creatieve kant meer gaan ontwikkelen. Ik heb Sint-Joost gedaan. Dat is heel breed. Ja, eigenlijk te breed, want het keuzes maken is heel erg moeilijk. Ja. Maar ik vond de creatieve kant steeds belangrijker worden. En nu heb ik een parttime baan als wetenschapsjournalist. En de rest doe ik, ben ik kunstenaar en schrijver. Dus dat probeer ik een beetje te combineren. Maar dat is een gevecht iedere keer die keuzes maken. Wat voor gevecht is dat dan? Ja, ik moet zelf... Ik merk dat het heel moeilijk is om het allemaal op goed niveau te doen. Dus het maken van keuzes, wanneer doe ik wat, dat is lastig. Het ene gaat ten koste van het ander. Natuurlijk, ja, van de tijd. Dus, je moet toch focussen. Ik merk dat ik niet fulltime met schrijven van een roman bezig kan zijn. En heel goed als kunstenaar aan de slag kan zijn. Dus, maar is het wel zo van als je met een boek bezig bent, dan ga je wel met dat boek verder? En dat doet dan even geen kunst of onderzien? Ik merk dat het schrijven van een boek is een langdurig proces. Ja, ja. En je bent er continu mee bezig, ook in je hoofd aan het malen. En ook als ik aan het fietsen ben of ik zit in de trein, ben ik er wel altijd mee bezig. Dat kan heel groot zijn of heel klein. Onthoud je dat dan? Ik schrijf het ook op. Oh. Ik noteer invallen, observaties. Want ik zit op de fiets en dan val je binnen. Stoppen. Ja. Ja, want als ik denk wel eens, dat onthoud ik wel, maar dat is niet Nee, zo. Dat kan niet, hè? Nee. Nee. Dus ik noteer alles. En soms kan ik het gebruiken, soms ook niet. Maar ik merk dat ik niet moet denken van, dat komt nog wel een keer terug. Dus ik schrijf het op. Precies. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Als kunstenaar was je eerst bekend geworden, denk ik, hè? Ja, redelijk. Ja. Heel mooie kunstwerken gemaakt. Ja, en wereldwijd ook wel geëxposeerd. Ja. Is een keuze. Ik vond schrijven misschien nog net iets leuker. Dus dat is een soort frictie. Ja, 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 ja. En toen ben ik daar actief mee begonnen. En dat ging wel ten koste van mijn beeldende kant, zeg maar. Dus mijn atelier gebruik ik niet zo heel vaak, maar af en toe heb ik een opleving dat ik iets teken en schilder en dan doe ik dat weer. Ja, ja. Het boek dat is uitgekomen, dat is De Verkeerde Vriend. Ja. Ik heb hele goede recensies gelezen van jou. Ja. Het is wel een mooi verhaal van een man waarvan de dochter een beetje op bekend is. Ik kan het kort vertellen als je wil. Het gaat over Werner, een man van 40 en die heeft een dochter van 16, bijna 17. Die dochter wil uitgaan. Haar vader ziet dat niet zo zitten. Die denkt dat het allerlei problemen gaat geven. Ja. En in zijn hoofd is dat ook een probleem. Dus de kleine frictie die dat teweeg brengt, is in feite... Is dat vrij klein. Hoe de cultuur? Ik denk dat alle vaders wel ongerust zijn. Ja. Alleen vooral sommige, over dochters, hè? Vooral over dochters, denk ik. Ja. Maar ik denk dat sommige vaders, die hebben zo'n vastgeroest beeld en zijn bang voor veranderingen. Ja. En ook uit hun eigen verleden projecteren ze dan op hun dochter en denken van, dat gaat helemaal dat fout. Mis, ja. Ja. En hij probeert dat te stroomlijnen, maar dat doet hij ontzettend onhandig. En daardoor loopt het helemaal uit de hand, eigenlijk. En komt het nog goed? Ja, dat wil ik eigenlijk niet verklappen. Dat moet je lezen, hè? Ja, want het is een roman, een psychologisch roman. Je leest dus steeds vanuit het standpunt van Werner, de hoofdpersoon. Ja. Hem volg je, constant. Je zit dus echt op zijn huid. Ja. Wat andere mensen denken en doen, daar weet je niks van. Je blijft dus alleen maar bij hem. Oké, je leeft met hem mee in het boek eigenlijk. Ja, je zit aan hem vast. Dat is wel apart, hè? Dat is een bijzonder standpunt. Meestal
wordt het of verteld door de persoon zelf, ja. Echt vanuit zijn stand. Maar nu zit je als lezer aan hem vastgekleefd, zeg maar. Dus je weet net zoveel als Werner. En je weet niet precies wat hij denkt, maar ongeveer. Maar je weet zeker niet wat andere mensen uitspoken eromheen. Dus eigenlijk, daar heb ik bewust voor gekozen. Omdat het in een normale leven weet jij ook niet wat ik denk. Nee. En als ik hier weg ben, weet je ook niet wat ik doe. Nee. Nee. Dus je denkt wel dat je het weet, maar je weet nooit precies wat ik doe. En die onzekerheid, dat maakt, wordt in zijn hoofd enorm groot. Ja. Dus dat heb ik expres gedaan, dat je als lezer weet je net zoveel. En moet als je dan gaat schrijven, ga je dat ook zo schrijven vanuit de beleving van hem? Of heb je daar al in je hoofd zitten? Ik heb wel steeds geprobeerd... Want dat is toch een aparte manier van schrijven, hè? Ja, ik heb geprobeerd me in te beelden dat ik Werner ben. Ja. Dus hoe zou ik me gedragen? Ja. Hoe ziet mijn dag eruit? Ja. Hij heeft een vrij saai leven. Een heel stabiel, rechtlijnig leven. En dan toch een mooi verhaal van maken. Dat is een uitdaging. Daar ben ik wel van bewust. Ik leg de lat heel erg hoog voor de lezer. Want Werner is niet een heel sympathiek iemand. Het is geen held. Het is niet iemand waarvan je denkt, daar zou ik mijn vriend mee willen zijn. Nee, maar het zou wel je buurman kunnen zijn. Zeker. Iedereen kent wel dat soort mannen. Ja. Je hebt er eigenlijk geen affiniteit mee. En dus is het voor mij heel erg lastig om het zo te schrijven dat je toch benieuwd bent hoe het gaat verlopen. Je moet buiten jezelf treden. Ja. Dus ik heb vooral met taal veel moeten doen. Met humor en met spanning. Om het verhaal toch aantrekkelijk te maken. En gelukkig de meeste lezers herkennen dat wel. Tot nu toe zijn het merendeel van de reacties positief. Dus daar ben ik wel blij mee. Ja. Het boek ligt in de winkel, hier in Breda. Het ligt in heel Nederland. En in Vlaanderen. Het is Vlaanderen nog zelfs. Ja, ik zit bij Angel. Dat is een uitgever uit Antwerpen. Oh, ja. Dus het is in Nederland en in Vlaanderen te koop. 1999, dus onder de 20 euro. Maar het is overal te koop. Ja. En zeker in Breda natuurlijk. Heel bedankt voor jouw uitleg. Ja, graag gedaan. Dankjewel.